Allemaal welkom bij een nieuwe aflevering van Wim's Hardloop Channel. Het is vandaag alweer de laatste aflevering van het hardloopschema 10 kilometer in 50 minuten. Dus deze week gaan wij een poging doen om die 50 minuten te halen op de 10 kilometer. Ik ga ook die poging proberen, dus blijf zeker kijken. Er staat nog één andere training op de planning deze week, die training 1. En daarna gaan we echt beginnen aan die 10 kilometer. Dus benieuwd wat de eerste training is en of dat ik die 50 minuten ga halen. Blijf dan zeker kijken naar deze video. Nou, voordat we beginnen aan die 10 kilometer, doen we eerst nog één training afleggen deze week. En dat is een intensieve intervaltraining. We gaan namelijk 3 minuten hardlopen, 1 minuut rust en dat herhalen we 8 keer. Nou, en probeer tijdens die 3 minuten hardlopen het tempo aan te houden waar je ook die straks die 10 kilometer wil gaan starten. Dus krijg je een beetje gevoel met welk tempo je moet gaan lopen en hoe goed je dat vol kan houden. En we doen het wel in een soort intervaltraining, want we willen niet te veel energie verspillen, niet de pezen en de spieren te veel belasten, zodat we eigenlijk helemaal fris en volledig gesteld zijn voor die 10 kilometer einde deze week. Dus als je deze training gaat lopen, is het ook verstandig om er zoveel begin mogelijk van de week te lopen, zeg een maandag of een dinsdag, en dan die 10 kilometer in het weekend. Dat je in ieder geval ongeveer 4-5 dagen rust tussen deze training en die 10 kilometer hebt. Dus we gaan nog één training lopen, wat ik net al zei, intensieve intervaltraining van 3 minuten hardlopen, 1 minuut rust. En dat herhalen we 8 keer. Zo, de eerste training zit erop en dat betekent dat we nu aan het echte werk gaan beginnen. We gaan namelijk die 10 kilometer in 50 minuten hardlopen en ik ga ook een poging doen. Ik ben niet helemaal zelfverzekerd dat ik ga halen, want ik heb tijdens deze hardloopschema last van mijn rug gekregen. Maar ik ben wel hopelijk voldoende hersteld om toch een poging te gaan wagen. Dus het enige waar ik bang voor ben is dat het straks in mijn rug schiet tijdens 10 kilometer. Maar ik ga alles aan doen om toch die 50 minuten te gaan halen. Dus ik ga mijn horloge starten. Ik probeer tijdens die 10 kilometer nog even mijn tussenstanden door te geven. Ik zou namelijk niet zo heel veel tips kunnen geven, omdat ik best wel een hoge hartslag loopt en buiten adem gaat raken. Maar ik probeer toch wel de tussenstanden door te gaan geven. Ik ga in ieder geval beginnen met ongeveer 4,50 per minuut per kilometer te starten. Zodat ik ongeveer een minuutje voorsprong heb opgebouwd in de eerste 5 kilometer. En dat ik die kan verspelen in de laatste 5 kilometer. Dus ik heb wel een beetje tactiek hoe ik die 50 minuten wil gaan redden. Ik ben benieuwd wat jouw tactiek is. Laat dat weten in de reacties hieronder voordat je begint aan die 10 kilometer in 50 minuten. Ik ga in ieder geval nu starten en ik zie je onderweg. Zo, daar ben ik met mijn eerste tussenstand. Ik heb er meer dan 2 kilometer op zitten. En ik zit nog op de 30 seconden speling ook al. Dus die 44 heb ik ongeveer per minuut gemiddeld gelopen. Ik merk wel dat ik het al zwaar heb. En met 8 kilometer te gaan wordt het nog wel een pittige klus. Maar we gaan lekker door. Helaas kan ik niet meer snel een route lopen, omdat er heel wat koeien daar te weg staan. Dus ik moet een stukje door het weiland en daar ben ik nu mee bezig. Dan kom ik wel straks weer op mijn route uit. Maar ik hoop dat ik niet te veel tijd door verlies. Maar we gaan weer verder. Zo, we zijn al op een 4 kilometer punt. Ik ben wel iets te snel gestart. Al leg het wel op de schema wat ik graag wilde lopen. Ik loop nu zo'n 30-40 seconden voor op schema. Dus hopelijk is dat genoeg opgebouwd om het verval, want die ga ik zeker hebben in die laatste 5 kilometer, daarmee goed te maken. Maar 4 kilometer zit er nog. Het eerste deel zit er gelukkig wel op. Maar ik merk wel dat het echt heel zwaar is. Benen voelen goed, de rug ook. Maar conditioneel had ik gehoopt dat ik iets beter voor gesteld. Zo, zijn we weer met de tussenstand. Ik zit bijna op 5 kilometer. Nog 33 meter. Ga ik het even laten zien. Een klein stukje. Zo, als het goed is. Zo, op de helft
voor 10 kilometer 50 minuten. Het begint ook een beetje met regenen. Het is wel lekker, want ik heb het onwijs warm. Dus dat komt mooi uit. Nee, ik ga beginnen met het tweede deel van deze 10 kilometer. Zo, we zitten op het 7 kilometer tussenpunt. Ik merk wel dat ik nu een beetje vervolg ga maken. Mijn laatste kilometer was 5-2 en die andere 5 minuten. Maar ik heb als goed is 40 seconden nog over die je kan verspelen in die laatste 3 kilometer. Dus ik zou de laatste 3 kilometer rond 5-10 mogen lopen om toch die 50 minuten te gaan halen. Nou, ik ga weer een stukje, ik ga hem nu uitlopen totdat ik bij de 10 kilometer ben. Laatste tussenstand, ik moet nog 100 meter en ik heb nog een kleine minuut om te tellen. Dus de laatste lopjes en dan gaan we het toch halen. Ik had eigenlijk begin niet verwacht dat ik het zou halen, maar ik ben er toch bijna. Nog 60 meter, klein stukje. Ik ga het even laten zien. En we hebben gehaald. Ik heb nog 19 seconden over voor die 50 minuten. Dus ik heb in de 10 kilometer 49 minuten en 41 seconden gehaald. Het is niet mijn persoonlijke record, die zit op 48 minuten. Maar het is zeker wel mijn beste 10 kilometer in dit jaar. En ik had verwacht dat het slechter zou gaan. Gelukkig is het echt prima gegaan. Dus er zit zeker nog wel meer in voor in de toekomst. Dus we gaan deze zeker uitbouwen. Maar voor nu ben ik blij dat ik het gehaald heb. Want door die rugblessure had ik nooit verwacht dat ik die 50 minuten zou gaan halen. Want de record die ik liep was in een hardloopwedstrijd. En nu loop ik er gewoon in mijn eentje. Maar dit was in ieder geval mijn 10 kilometer binnen 50 minuten. En dit is ook alweer het einde van het hardloopschema 10 kilometer in 50 minuten. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd of dat jij ook die 10 kilometer in 50 minuten hebt gelopen. Of in ieder geval wat jouw eindtijd is na die 6-weekse hardloopschema. Laat dat weten in de reacties hieronder. Ik ben heel erg benieuwd wat het jou heeft opgeleverd. Heb je je persoonlijk record verbeterd? Heb je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Vergeet dat dan zeker niet, want volgende week komt er alweer een nieuw hardloopschema voorbij. En als je niet vergeet te abonneren, ben jij als eerste op de hoogte van het nieuwe hardloopschema. Dus dat kan hier, dan ben je als eerste op de hoogte. En hier komen nog een aantal tips hoe jij het beste die 10 kilometer kan hardlopen. Heel veel succes met jouw 10 kilometer en tot de volgende video weer.